Het regeerakkoord werd eerder deze week bekendgemaakt en burgemeester Bruls van Nijmegen wordt steeds vaker genoemd als minister in het nieuwe kabinet Rutte 3. En 1 presentator Ruimond Jansen informeerde al vaker naar zijn persoonlijke ambities, maar Bruls ontkende tot nu toe stellig. Ja, Ik, ik heb allereerst ontzettend veel waardering voor uw persistentie, uh, voor degene die dat woord niet kennen, voor uw volhoud, uh, volharding. Om hierover te beginnen. Maar ja, ik neem me niet kwaad. Mijn commentaar blijft eigenlijk ook wel hetzelfde. Ja. Ik, ik vind het prachtig, maar ik voel me heel erg op mijn plaats. In het Nijmeegse. Volgend jaar mei loopt mijn eerste termijn af en de procedure loopt uh, voor de verlenging. En daar ben ik volledig voor in. Oké. Okay. Dan weet, weet u dat politici die zeggen dat iets niet aan de orde is, zich juist in de kijker spreken daarmee? Nee, ja, u stelt mij een vraag. Ik kan natuurlijk ook zeggen dat ik uw vragen niet beantwoord, maar dat is ook zo heel erg flauw. En ik hou het uh, bij. Weet u, uh, als u wordt gevraagd van andere uh, post, uh, vragen die u niet kent, kun je ook niet voorspellen. Uh, je kunt dus om die reden nooit zeggen dat het iets niet uh, uh, zou kunnen zijn. Ik zeg u, ik heb. Uh, niet uh, die, uh, die wens en die interesse. Ik voel me prima hier op mijn uh, uh, plek. En uh, verder wachten we alles maar af. Dus uh, het, het zal allemaal wel. Want ik vind het mooi dat u blijft volhouden de vraag. Ik ben wel benieuwd of er nog een tijd komt dat u mij die vraag niet meer gaat stellen. Nou, ja, volgende maand bijvoorbeeld. Want als ik u beluister dan zitten we hier gewoon volgende maand weer. Ja, absoluut, daar ga ik zonder meer van uit. Zeker. Het, het hele plan. gesprek met de burgemeester wordt binnenkort in het geheel uitgezonden op N1.